verlangen dat de oppositie nu een kant-en-klare oplossing weet te bieden, is eisen dat zij in een week tijd herstellen wat hun 30 jaar lang met geweld uit handen is geslagen. Intussen, vertaling! Ja, intussen verbaas ik mij erover hoe vasthoudend en hoe ontroerend die eindelijk losgebarsten vrijheidsdrang is. Mensen die grappen maken, die poëtisch politiek zijn. Mensen die een plein waarop dag in dag uit honderdduizenden, miljoenen mensen demonstreren, weten te organiseren en schoon te houden. Mensen die elkaar voeden, steunen en verzorgen. Die aanvallers insluiten en niet keihard terugmekken. Die musea en bibliotheken. Al-Nasser, jullie verdienen alles wat je nastreeft. Dat hebben jullie van overstaan op de hele wereld prachtig en overtuigend beleven. Al-Nasser, ja Habibi. De vervanging van de voltallige Jordaanse regering. De afschaffing van de staat van beleg in Algerije is de oogst van de maand januari van het nieuwe jaar. Dat smaakt naar meer. Wat staat ons nog te wachten en wat betekent dat ook voor ons land? Het MCMO, het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling, is een informatie- en expertisecentrum dat zich richt op de relatie tussen Euro-Mediterrane migratie en Noord-Afrika. En het volgt die ontwikkelingen natuurlijk op de voet. En de man die het ons allemaal uit gaat leggen, dat is Ab Jafar. Shukran, shukran.
eraan komt. Ja. Ah, ja. Moet ze dus aanraken. Hey, het is al een half uur. Die busjes komen er aan, we gaan nog. We zien jullie straks wel bij de pont. Ja, politiebusjes gaan over ons heen rijden. Ja, het is net als in Zoutpark. Ik heb het ook gedaan. Ik kom er van mobiele eenheid. Ik ga het leuk geven. Was je de fiets! Hey. Ja, maar dat ben ik niet van. Stel op de fiets op. Tot er iets gebeurt. Wat doen ze daar ook? Ik geleerde van de jongen van niks hoor. Af en toe niet in de werk moet gaan.